twee dingen, maar ik weet niet of ik één moet zeggen of niet. Ik zou het maar doen, een beetje luid en duidelijk. Oké, het eerste is dat ik jou leuk vind. Gewoon. Ik ben ook kei leuk. Ja. En het tweede is dat met het gewenste gedrag, waar dat het gisteren over ging. Ik heb al de indruk dat het er bij mij extreem is ingestampt. Ja, op de ziekelijke afdeling. En nou zit je zomaar met een microfoon in je hand te praten. Schandaal. Dus, om een beginnetje te maken, gewoon iedere dag één keer iets zeggen wat je echt vindt of voelt. Ook als het spannend is. Tegen iemand anders? Ja. Want het patroon, de pathway van je aanpassen en jezelf dimmen, zou ik maar zeggen, die heb je goed getraind. Maar dat wil niet zeggen dat je niet een ander patroon ook kan trainen. Het speak-up patroon. En dat begint gewoon met iedere keer dat je dat doet. En dan hoef je niet, hè, dus mijn oproep zeg maar tot eerlijkheid is niet een oproep tot lompheid. Maar gewoon waarachtig. Ik vind dit niet prettig of whatever. Ga je ook mee hier en daar naartoe als je nee voelt? Gewoon, nee, ik heb er geen zin in. En gewoon kijken wat er gebeurt. Zo loop je niet het risico dat je gelijk in een oorlogszone terechtkomt, wat je ego je wijs maakt door al die training. Maar dan ga je zien wat er gebeurt en dan komt er wat leven in. En als je dat iedere dag één keer doet, heb je na een jaar 365 uitingen gedaan. Altijd handig. Start now. Today. Ja, ik merk wel dat ik redelijk gemakkelijk iets positiefs zeg tegen iemand. Complimentje geven of zo. Maar niet. Nee, alleen moeilijke kritiek ga ik meer inhouden. Ja, zeker. Dus dan weet je precies wat je te doen staat. En iedereen verdient zijn fair share of kritiek. En in het begin kun je nog een soort compromis-ding doen. Dus dan zeg je eerst een complimentje en dan. Ik ben erg dol op u, maar. En we kunnen, en dat is minder een grapje, als we dat echt heel spannend vinden, kunnen we dat er ook nog bij zeggen. Ik vind het heel spannend, maar ik moet dit zeggen. Dan blijft het eerlijk en blijf je heel erg bij hoe het voor jou voelt. Want het is helemaal niet erg om iets spannend te vinden of onzeker te zijn, maar soms is het handig om dat te zeggen. Ik voel me hier zenuwachtig over. Ik moet dit briefje toch posten. En niet raar opkijken als ze af en toe daarvoor dankjewel zeggen. Want we denken dat we gelijk een pak slaag krijgen. Heel vaak is dat niet het geval. Sterker nog, ik ben vrij lomp. Contact mee zouden hebben, dan zou ik haar willen zeggen,
ja, wat er echt is, maar ja, dat kan gewoon niet. Goed. Heb ik het gevoel. Daar heb ik ook een oplossing voor. Schrijf het allemaal op. Pen en papier, dus niet de computer. Pen en papier en je schrijft het allemaal op. Alles wat je zou willen zeggen, negatief, positief, whatever. En daarna verbranden. Niet opsturen. Voor jezelf. Want ook in dit verband, het gaat nooit om die ander, maar om de resonanties die in jouw systeem zitten. En als je die aan jezelf begint toe te staan, dan gaat er een heleboel gebeuren van binnen. Opruiming. Maar wel burn it. Dat is voor jou en dat moet niemand anders lezen. Dat is heel interessant. En als je zo bezig bent, dan gaat er vroeg of laat een positieve of wat we dan negatieve emotie komen. Stop dan even en voel het. Laat het toe en voel het gewoon. Als het dan weer is opgelost, dan moet er misschien even iets anders of whatever. Dan ga je daarna weer verder. Net zolang totdat je het allemaal uit je systeem geschreven hebt. Zo praktisch, dat kun je gewoon doen. Maar zij zullen daar zelf de fractie van ondervinden. Die zullen ze in het openbaar nooit toegeven. Maar het zit al wel. En vroeg of laat krijg je bijvoorbeeld bij een gast als Cohen die totale crash landing, omdat hij eindelijk ook door had dat hij met een power game bezig was en niet met waarheid. Ja, vroeg of laat krijg je het op je brood. Of je houdt het vol totdat je dood neervalt. Maar er zal dan een inherente spanning de hele tijd geweest zijn die hij misschien voor de massa kan verbergen. Want mensen zijn niet zo heel oplettend. Of er zijn er een aantal die wel opletten en die maken dan dat ze wegkomen. Verder is het nog wel leuk, dit onderwerp. Van mijn part is iemand helemaal niet wakker. Maar weet hij van een bepaald segment of aspect heel veel af. Dan kan ik ervan leren. Zoals ik eerder al zei, van mijn bakker is ook niet verlicht. Maar hij maakt lekker brood. Dus uiteindelijk gaat het altijd om de leerling, zal ik maar zeggen. Nooit om de leraar, die is gewoon een gebruiksvoorwerp. En het belang daarvan wordt altijd zwaar overschat. Ook door veel leraren. Die vinden hun voetstukjes veel te lekker. Dan, weet je wel, dan is op een gegeven moment iedereen weg. Net als bij veel muzikanten of artiesten. Ze leven zich uit en dan zijn ze op hun eentje en dan slaat de depressie toe. Alleen dan is er niemand bij, hè? Het is een beetje triest. Ik voel me altijd het minst prettig in gezelschap. Nee. Terug naar die tekening. Ja. Ik heb ze vanmorgen uit mijn hoofd zo ook nagetekend. En ja, nu was ik terug aan het kijken en ik denk, ja, naar waar focus je nu eigenlijk, hè? Want je wordt altijd aangetrokken naar die rechtse kant in feite, ja. Want dat zijn de bewegende toestand. Dus, maar je moet daarvan weg, dat zuigt heel de hele tijd. Dus je moet je eigenlijk omdraaien en dan naar die openheid proberen. Maar dat is niks om op te focussen. Dat is gewoon openheid. Ja. Dus, ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het een kwestie van liefde is. Sommigen van ons die houden meer van dat gedoe in die punt van die fout. En anderen ontwikkelen een liefde voor die openheid. Ja. En die kan zo intens worden dat er zelfs een samenvallen mee is. Dus dan heb je niet meer toegang tot de openheid, maar is er de realisatie, dat is wat ik ben.
En dan ben je basically met geen stok daar meer vandaan te krijgen, want je kunt dan niet meer uit wat je bent. Dus dat zijn verschillende belevingsfasen. In de eerste belevingsfase, als er een beginnend ontwaken is, dan noem ik dat toegang hebben tot bewustzijn. Dus dan ben je in die zin verrijkt. Je hebt niet alleen maar de trekkracht daar, maar ook een trekkracht daar. En met enige aandacht kunnen we daar wat mee spelen. Zo voelt het in ieder geval. Van, ik kan iets meer proberen daarop te letten. Op het moment dat die zaagkracht toeneemt. Maar we hebben nog steeds het gevoel iemand te zijn die of aangetrokken wordt door de openheid of door de commotie. Als dat ontwaken zeg maar compleet is, dan is het zonder woorden overigens helder. Ik ben die openheid, dus die kan ik nooit kwijtraken. Dus dan krijg je wat ik wel eens noem gelijktijdigheid. Er kan focus zijn op een bepaald onderwerp, maar het gevoel van ruimtelijkheid is nooit weg. En dan krijg je een heel natuurlijk verloop. Dus die openheid is gewoon de constante. En de aandacht, of de focus zo je wil, die kan zich verplaatsen. Die is vrij om heel gericht te zijn op een taak. Of als er geen taak is, dan wordt dat de default setting, zeg maar. Tot er weer iets plaatsvindt. Maar dan beweegt die aandacht in die openheid. In plaats van wat we in die eerdere stadium hebben van ik ben of open of gefocust slash geïdentificeerd. Ja, er zijn wel momenten geweest in mijn leven dat ik heel sterk die passie had en dat voelde zo van die openheid, geweldig, maar dat er zelf altijd terug zo dat jij weer geslingerd wordt. Yes. Yes. En daarover komt bijna iedereen. Ik noem dat dan pingpongen of erin en eruit. Toch is er wel iets interessants aan de hand van als we een paar keer dat werkelijk sterk ervaren hebben, kunnen we nooit meer helemaal geloven in die identificatie. Dat blijft iets wat daar niet meer in gaat. Alsof het cirkeltje nooit meer helemaal dicht gaat. En je gaat dan merken dat daar meer gaten in vallen. Dan lijkt het nog een cirkel, maar het zijn onderbroken lijntjes. Waar het eerst echt een hermetische gevangenis was. Dan kan je van die leuke dingen krijgen dat je midden in een identificatie zet en dat die ineens begint te giechelen. Omdat het gewoon gezien wordt. Van, oh shit man, dit is gewoon een verhaal. Ik ben een verhaal aan het ophangen. Ja. Ik vind ego niet zo leuk. En die 70% natuurlijk, dat is wel... Ja, dat is wel lekker, hè? Is te doen, toch? Een ideaal beeld. Ja. Maar in die bandbreedte kunnen we functioneren. Dat gaat uitstijgen. Ja, ga je op tijd om te draaien naar die openheid toe. Door bijvoorbeeld naar hier te komen of ik zeg maar iets. Yes. En dat je niet altijd daarop gericht bent, op die bewegingen. Yes. Of net als in mijn metafoor van twee ogen. Je hebt ook twee oren. Je kunt één oor richten op die openheid en die andere gewoon om te verstaan wat iemand zegt. Ja. Je kan vrij bereiken door te beseffen dat je misschien niet je lichaam, niet je gedachten, niet je gevoelens bent. Maar dat kan toch ook door juist wel in je zintuigen om op te gaan en heel erg te voelen en te ervaren wat er is. Meer tantra-achtig misschien. Maar ga je dan richting die punt van die vuilen? Niet per se, als het heel bewust gebeurt, niet. Het is net zoiets als met een emotie doorvoelen. In feite maak je er dan ook contact mee. Maar je doet het bewust. Dus er is geen identificatie. Dat is het cruciale. En bij dit soort dingen, van of we totaal zeg maar uitzoomen of totaal inzoomen, is niet de issue. Het woord totaal is de issue. Dus wie zich totaal vereenzelvigt met de body-mind, die heeft net zo goed een kans op awakening als iemand die totaal uitzoomt. Het probleem zit hem in het totaal. Want als je totaal je aandacht focust op een zintuig, ga je ook allerlei ontdekkingen doen. Bijvoorbeeld dat een zintuig geen poort van de werkelijkheid is, maar een poort van interpretatie. Zintuigen zijn beperkt
en pakken maar een stukje van de informatie. Terwijl wij denken dat we de werkelijkheid waarnemen. Wij denken dat we, heb ik ook al eens eerder geroepen, een panoramisch, filmisch beeld hebben. Zo werkt het helemaal niet. Het zijn snapshots die aan elkaar gebreid worden, niet door het zintuig, maar door het verstand. Dus dan zijn allerlei dingen in te ontdekken. Ik ben daar niet zo'n fan van, omdat mensen al veel te veel in dat lichaam zitten rond te prutsen. Maar het kan wel. En een busongeluk kan ook tot ontwaken leiden en ook die zal ik niet aanraden. De kans van niet is ook te groot. Pardon? De kans van niet is ook te groot. Precies. Maar de kans is er altijd. Dus het is een grappig universum wat dat betreft. Maar misschien ligt het ook aan de persoon. Yes. Die meest geschikt op de weg. Yes. Yes. Daarom geloof ik dus ook niet dat deze benadering voor iedereen geldt of iets dergelijks. Mensen die daar roepen, het slaat nergens op. Vandaar dat ik verschillende dingen, zelfonderzoek, totaal doorvoelen, wat je ook zou kunnen uitleggen als niets doen. Dus gewoon alleen maar zijn, nou ja, enzovoort. En mensen komen er op een gegeven moment achter wat bij hen past of wat in welke fase past. Wat ik al zei, wat ik zelf merkte, in een actieve modus deed ik onderzoek. In een meer contemplatieve modus was er een neiging tot uitzoomen. Of richten op één tekst en daar niet over nadenken, maar die energie als het ware tot me laten komen. In weer andere gevallen deed ik energieoefeningen en 3 maanden mediteren toen, tot ik dat door had. Mantra's ook geprobeerd. Nou, was de bedoeling dat die zichzelf gingen zingen. Nou, was binnen een week was dat zo. En een week later begon ik het knap irritant te vinden. Het begint toch te lijken alsof er een vervelend liedje van Frans Bauer maar niet op. Dat is een hele aardige man verder, maar ik heb niks met die muziek. En mantra's zijn meestal van dezelfde compositorische genialiteit. Ja, dat is een goede vraag. De stem van ego maakt lawaai en is eigenlijk niet echt denken of informatie. Het is angst die aan het woord is. Dus het is stress. Want vaak bij een keuze maken, dan hoor ik verschillende stemmetjes en denk ja, ik weet niet naar wie ik moet luisteren. Nou, waarschijnlijk allemaal niet. Als intuïtie spreekt, om het even zo te noemen, is ze altijd kort van stof. En praat vrij zacht. Dan zegt ze iets in de trant van niet doen. Ego zegt, nee, dat moet je niet gaan doen. En dan komt er dan, ja, maar dat moet je wel doen. Zo klinkt ego. Intuïtie nooit. Intuïtie heeft ook niet de neiging om zich te herhalen. Het interesseert haar, ik noem het haar omdat het net een oude wijze vriendin is. Het interesseert haar ook niet of je luistert of niet. Het geeft gewoon sla rechtsaf. En kan het ego zich vermommen als intuïtie? Ik kan wel proberen. Maar je proeft altijd de stress erin. Het wil zijn zin hebben altijd. Het is altijd... Is het altijd alsof dacht ik mijn intuïtie volgt en deed dat het de verkeerde keuze was. Dat is ook nog de vraag, maar dat... een ander hoofdstuk. En er is nog een ding wat leuk is. Intuïtie zegt vaak dingen, zeker in het begin, die je niet aanziet komen. Oké, net zoals wat je zei, dat je in een filmpje iets zag over opleiding, dat je dan opeens van dit... Ja, nou, die was vrij duidelijk. Dan voel jij ook iets in je lichaam als je een keuze moet maken? Nee, want bij mij gaat het allemaal moeiteloos. Maar voor die tijd dan? Dat kan. Het kan zich in een gevoel duidelijk maken, in een tekst, in een beeld. De intuïtie kan allerlei kanalen kiezen. Maar het zal altijd kort zijn, dit. En in het begin, als we hiermee bezig gaan, is het meestal iets wat
wijst ze meestal iets aan wat we liever niet hebben. Dus je hebt grote kans in het begin dat als intuïtie zegt doe dit en het is precies iets waar je niet zo'n trek in hebt of bang van bent, dan kan je gif innemen dat dat de intuïtie was. Intuïtie doet niet aan angst namelijk en ook niet aan maatschappelijke belangen. Je kan intuïtie ook meer overzien, want soms moet ik een keuze maken over iets waar ik te weinig van weet of zo. Maar weet intuïtie van bewustzijn dat dan wel of zo? Niet per se. Intuïtie moet gebruik maken van wat er in het reservoir aan kennis en ervaring voorhanden is. Dus intuïtie kan feilloos werken in iemand die nooit iets geleerd heeft, maar dan is er niks om te intuïteren. Nee. Daarom ben ik een fan van dat mensen boeken lezen bijvoorbeeld en dingen doen, zodat het reservoir een beetje gevuld wordt, anders heeft intuïtie niks om aan te wijzen. Dus een leeg hoofd met een geweldige intuïtie, die loopt nog steeds de verkeerde kant op. Al een zachte stem die niet te veel zegt en waar niet zoveel zin in hebt, meestal. Vaak. Yes. Vaak vertelt ze wat je eigenlijk niet horen wil, maar wat je eigenlijk, als je eerlijk bent, al wel weet. Dus dan wil je heel graag met, ik noem maar een voorbeeld, met een of andere man die niet geschikt is iets doen. Dat komt intuïtief tot me dit. En dan zegt ze gewoon nee. Daar geloof ik helemaal geen reet van. Daar geloof ik echt helemaal niks van. En dromen, zie je dat ook als intuïtie? Nee, dromen hou je daar niet mee bezig. Dit is al droomgehalte genoeg. Er zijn trouwens, dat is ook weer het leuke van lezen, ontzettend interessante studies gedaan door kundige lui. Waarin bekeken is wat allerlei droomuitleggerij nou werkelijk te betekenen heeft. Nou, niks. Dus ze hebben allerlei experts dromen laten uitleggen. Nee. Het spreekt elkaar allemaal tegen, dus er zit geen enkele lijn in. Ze roepen maar wat. Dus I wouldn't bother. Hou je maar met het overdag bezig. En probeer daar enige helderheid in te krijgen. En te doen wat goed voor je is en niet waar je behoefte aan hebt. Er is een hele interessante uitspraak van Erich Fromm. Die zegt van het is niet erg dat mensen hun eigen belang dienen als ze maar wisten wat hun eigen belang was. Dus ego-behoeftes, dat is niet wat je nodig hebt. Dat is waar je aan bijna verslaafd bent. It's not what you need. Dat is een van de dingen die ik ook ontdekte in het omwentelingsproces hier, dat ik de dingen kreeg die ik nodig had, niet die ik graag wou. Heel vaak, zeker in het begin, allerlei dingen die ik niet wou. Maar ik was helder genoeg om te zien dat als ik vasthoud aan wat ik wil, dan blijf ik dezelfde eikel die ik al was. Dan was het repeat, repeat, repeat. En het ego komt niet met iets die je niet wil. Dus dat is, nee, natuurlijk niet. Ego die haat verandering, die haat waarheid, die haat wakkerheid. Ego is onwetendheid en angst in actie. En die wil het liefst houden zoals het was, zelfs if it sucks. Ja, want dat is wat je kent. Yes. Ja. Dus die gaat voor het gemakkelijke en het vertrouwde. Terwijl waarheid ligt uiteraard meestal buiten dat domein van wat we comfortzone noemen. Ja. Oké, dankjewel. You're welcome. Gelooft u in reïncarnatie? Nee, ik geloof nergens in. Oké. En dat is ook vrij makkelijk, hè? Als je gaat onderzoeken of er nu een zelf of ik of ziel of iemand is. En je komt tot de realisatie, dus niet, dit moet je niet geloven, maar je komt tot de realisatie dat er nu al niemand is, valt er automatisch ook niks te incarneren of te reïncarneren. Dus reïncarnatie is gestoeld op het geloof van een afgescheiden entiteit die we dan ziel noemen. Nou, dat is heel populair, maar ja,
onwaarheden zijn altijd populair. Zo zie ik dat. Ja. En was die van energie, dus als je jezelf niet hebt gerealiseerd, hè, dat die energie nog dat verder wil doen en daardoor, zeg maar, een soort van... Ja, recyclen. Hè? Recyclen. Ja, of ja, zeg van oké, dit, die energie moet verder voltooid worden, dat zal... Die energie die zal kunnen voltooid willen worden, maar dat is een onpersoonlijk proces. Dus daar is niet een iemand of een entiteit of een ziel die dat beslist of iets dergelijks. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja, dan ontstaan daar weer nieuwe vormen uit. Net als een plant die doodgaat, die wordt dan de compost voor een volgende plant. Maar je kunt niet zeggen dat die plant persoonlijk gereïncarneerd is tot een volgende plant. Het is niet die energie die je... Ja, er zit iets van die energie in, maar het is ook andere energie, snap je? Ja, het is niet zo dat... Persoonlijke energie die niet voltooid is, die gaat niet over naar de... Nee, want om te beginnen was er geen persoonlijke energie. Als een aantal energieën zich samenvoegen, dan voelt dat als een iemand. Maar het bestaat uit, laten we zeggen, 10 of 10 miljoen strengen energie. Nou, als iemand doodgaat, dan valt dat weer uit elkaar, maar het is onpersoonlijk. En dan worden er misschien 3 van deze... overledene strengetjes die overgebleven zijn. Van die ene? Ja, van die ene, samen met 9.997 van anderen samengevoegd. Ja. Zo zou je het je kunnen voorstellen. Het grappige is, als er een hele brok energie is, en dat is vrij sterke energie, en dat komt in 5 man terecht, dan kunnen ze alle 5 een ervaring hebben waarvan ze denken van, oh, ik was Napoleon. Dat is niet zo. Want er zit gewoon iets van die energie in. Het viel mij altijd op dat er wel 10.000 Napoleons zijn. Dat is verdacht. En dan als die mensen doodgaan, dan wordt dat opnieuw gevormd, die strengen. Wat er van over is, wat op is, of wat op is, is weg. Als het op is, is het weg. Ja, uitgewerkt in die zin. Hè? En dan dus de mensen zoals wij die zitten, die hebben ook die energie meegekregen. Ja, maar je denkt veel te veel in afgescheiden termen. Okay. Ik ben niet iemand. Er is strikt genomen alleen maar bewustzijn die verschillende modificaties aanneemt. Net als de vergelijking met de oceaan. Er is alleen maar water, maar er lijken afzonderlijke golfjes. Maar er is niks persoonlijks aan. En als dat ene golfje ophoudt te golven... dan is er niet een echte persoon weg of iets dergelijks. Het is nog steeds nat. Ja. En dan ontstaat er weer een andere golf. In de totaliteit, yes. En niet jezelf. Het is gewoon in de totaliteit. Yes. Ja. Mag ik eens vragen, hebt u zelf een christelijke achtergrond of niet? Nee, gelukkig niet. Maar ik heb wel de Bijbel gelezen van A tot Z. Maar die jongeling wist u wel niet, hè? Pardon? Die jongeling, dat wist ik eigenlijk niet van. Nee, zeker. Maar dat is ook heel lang geleden. En ik vind niet alle verhaaltjes even spannend. De moord en doodslag en de incest vond ik veel leuker. Het is een raar boek hoor. Nou, ik misschien ook wel. Maar goed. Gij zult niet doden, stenig overspelige vrouwen. Oké. Okay. What about the guy? Ja. Dit is een raar boek. Oké, maar dus of je nu... Ja, geen christelijke hebt. Weet je wat het leuke is van realisatie? Dat je dan meteen een ongelovige bent. Maar dan niet per se niet christelijk, maar niks. Dus als een hindoe wakker wordt, dan is het einde verhaal met de hindoe shit. Hij zal wat gebruiken en gedragingen hebben, omdat dat ding is altijd cultureel geconditioneerd. Maar het kenmerk van wakker zijn is nergens in geloven. En het kenmerk van onwakker zijn of niet wakker zijn is automatisch in dingen geloven. Waarmee ik niet zeg dat dat slecht is, maar gewoon als constatering. Maar je hebt het nou vast nodig. Dat is het. Zolang je denkt een afgescheiden wezen te zijn, ja. Yeah. Omdat als je denkt een afgescheiden wezen te zijn, dan ben je bang. Ja. En dan heb je dus een zusverhaal nodig. Ja. Om kort door de bocht dat te zeggen.
En er zijn natuurlijk nog andere dingen over te zeggen, want het is heel makkelijk om religies af te zeiken. Het gunstige ervan is dat het een soort samenhang geeft. Als er een groep mensen ongeveer hetzelfde gelooft, kunnen ze makkelijker samenwerken. Dus op sociologisch niveau heeft het zeker wel een functie. Ja, absoluut. Ja. Maar meer dan dat ook niet, naar mijn smaak. Ja, okay. Het is vaker een hindernis. Het kan een groepsgevoel versterken en yes, wat yes, dingen heel makkelijk yes. En tegelijkertijd, van ik geloof dus nergens in, maar ik heb geen enkel moeite om jullie als groep te ervaren en basically lief te hebben. Daar heb ik geen God en geen Bijbel en geen Bhagavad Gita en geen Koran bij nodig. Ja. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk nog iets onderzoeken bij mezelf, waar ik eigenlijk nooit naar de dood zit te gaan. En dat is het verlies van mijn moeder. Omdat wij altijd heel aan elkaar vastgeklampt zaten. En dan gaat ze bijvoorbeeld iets doen ergens naartoe. En dan ben ik altijd bang dat ze doodgaat. En dan ontstaat er bij mij zo'n ontzettende angst. En elke keer vlieg ik zeg maar weer terug. En ik probeer hem dit te laten zijn. En ja, zeg maar open erin te zijn. Om ook de gedachte dat ze dood kan gaan. Maar daar wil ik eigenlijk, ga ik gelijk al van weg. En daar wil ik zeg maar een diepe onderzoek in doen, maar... Dan is het wederom handig, sinds de neiging die we al besproken hebben van de rechtstreeks op het doel af, om gewoon een keer daarvoor te gaan zitten en aan je systeem, je lichaam of je energiesysteem te vragen, ik wil hier graag aan werken als jij er aan toe bent. Ja, ik voel dan van binnenuit bevriezing en... Ja, goed. Dus als het systeem er aan toe is, dan zal het je wel uitnodigen om hier iets mee te doen. Don't force it. We moeten oppassen ook als we, en dat geldt in het algemeen, als we behoorlijk in een omwentelingsproces zitten, om onszelf rust te gunnen. Dus een neiging hier was, omdat het allemaal lekker ging, en ik was ook niet bang aangelegd om dingen aan te gaan, om continu dingen op te rakelen, te onderzoeken, te bekijken. En dat mijn energieleraar, dat was een van de goede dingen die hij zei, op een gegeven moment tegen me zei van, als jij sneller wil gaan, dan moet je een beetje kalm aan doen. Oh ja? Ja. Tegen anderen zei hij, chop chop, schiet eens op, doe eens wat. Want die waren lui aangelegd, dat had ik niet. Maar ik was veel te gehaast en ik gaf mijn systeem niet de gelegenheid om bij te komen van inzichten, ervaringen, opruimactiviteiten. Dus dat hele ding werd super geagiteerd. Nee, dat had ik voor. Ja, daarom zeg ik het ook. Dus wat er heel vaak gebeurde, dan ontstond er een moment van rust. Of gewoon van dat er eigenlijk niets aan de orde was en ik dus rustig een film kon kijken of een thriller lezen of speerwerpen of net wat het dan was. Weet je wel, maar nee, Hans moest onderzoek doen. Al het andere was namelijk waste of time. Ja, Dat is een typisch geval van overdrijven. Dus dat moest ik even leren. Nou, dat geldt voor jou ook, weet je wel. Kalm aan, het dient zich vanzelf aan. Dus wanneer moet ik wat doen? Ik moet gewoon luisteren. Als het tegen me zegt, kijk dit aan, dan moet ik het aankijken. Als het dat niet zegt, dan heb ik vrij. Dan kan ik doen waar ik zin in heb. En vanzelf voel ik weer, dat kan midden in een film zijn, van boem, door een associatie van mijn part, van nu moet je hier naar kijken. Nou, op dat moment zet je hem uit, ga je iets onderzoeken. Maar niet de hele tijd, maar continu, want op een gegeven moment sloop je je systeem. Vrijdagavond, toen voelde ik echt, er kwam zo diep iets, zeg maar binnen, daar heb ik tot 3:30 geschreven en 's ochtends om 6:30 weer. Mm-hmm. En gisteren voelde ik wel voor het eerst het signaal van, hé, er is niks. Ja. Normaal pak ik pen en papier en dan ga ik gewoon proberen iets op te schrijven. Dat kun je dus vanaf nu laten. Ja. Als het komt, dan volg ik het. Ja.
En als het niet komt, nou, dan kan ik lekker om me heen kijken en doen wat ik leuk vind. Ja, want als dat dan gebeurt, denk ik, hé, dit is niks. Ik moet wel iets... Ja, voilà. En dan probeer ik dus de hele tijd het verlies van mijn moeder om die op de hoogte, maar die wil nog niet komen. Voilà, het is niet de tijd. Nee. Dus het principe van vijgen pluk je niet in maart. Dus je weet dat daar iets zit, good. En dan wachten we tot het signaal geeft van nu. Ja, net zoals vrijdag was het. Jaloezie was echt aan de deur die ik normaal van A tot Z heb ontrafeld. Juist, exact. En dat lijkt me meer dan genoeg voor een weekend. Relax. Ik kom mee verder. Ja, natuurlijk. Oké. Nou, dankjewel. You're welcome. Dan steken we toch een hoop op zo met z'n allen, hè? Als ik nu zou moeten gaan onderzoeken, moest gaan beginnen, dan wist ik een hoop meer dan toen ik begon. Want toen wist ik geen zak. En ik kende ook eigenlijk niemand die iets wist. Ja, behalve doe normaal, denk aan je toekomst. Nou ja, voor degene die nog boeken wilde kopen, daar had Niek zorgen over. Als Kasia me nog komt ophalen, dan zou ze wat boeken nog meebrengen voor wie nog wil lezen. Dus. Of cadeau wil doen. Ja, zeker. Twee. Twee. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, sure. Ik weet niet waarom ik zo snel dat onderzoek wil doen, want dan ben ik het voor. Dus dan heb ik er toch controle over. Right. Goed zo. Nu voel ik me. Dankjewel. Ja, het gras groeit niet harder door eraan te trekken. Mm-hmm. Voilà, that's it. Alright. Nick, dankjewel. Jullie, dankjewel. Jan, dankjewel. See you around.